Zij genieten van het zonnetje. Zonnebrilletje, geen overbodige luxe daar. Achter het doel aan de linkerkant van deze camera. Als Groningen en Heracles zich op lijnen voor de wedstrijd. Het is niet echt ijsberenweer, toch is hij er wel. Dit is de opstelling van FC Groningen. Eigenlijk weinig verrassingen, als je het zo mag zeggen. Casemiro er niet bij, Soeslof er niet bij. Bogarde speelt en Irandust speelt. Maar goed, dat werd eigenlijk ook wel verwacht. Scheidsrechter Edwin van der Graaf. Nu nog op dit stoeltje, Frank Wormoed. Volgend jaar mag hij natuurlijk naar de andere dugout. Lange bal van Meijer richting Strand Larsen. Die komt net te kort. Heeft er wel een duimpje voor over. De routes voorwaarts worden eigenlijk een beetje afgesloten voor Bogarde. Weet hem toch te vinden. Dankelui verspeelde alsnog de bal. Hier ligt een gelegenheid voor Heracles om in ieder geval wat gevaar te stichten. Moet van ver gebeuren, maar het kan van ver. Het lukt alleen niet via Fadiga. Vlag, vertoon, gezang. Ze waren er al vroeg bij vanmiddag hier bij Euroborg. Ik zag de blikjes bier al worden opengetrokken zo rond het middaguur. Goede ingreep Bogarde. Daarna wordt hij wel afgetroefd. Nu is Heracles en met 5 uit zie ik er nog maar 4 van Groningen. En dan moet de bal naar Laursen gaan. Krijgt hij echt een grote kans en jaagt hij hem binnen. 3 van de 10 doelpunten. Binnen de lijnen. Nu dus 4 van de 11. Bogarde in de problemen gebracht. En die problemen zijn niet te overzien. Bal kwijt. En dan maakt Heracles iedere keer de juiste keuze. Mannetje uitgespeeld. Niet zelfzuchtig hier. En dit is overtuigend afronden van Laursen. Weer neemt Heracles daar de bal over. Schot van Bakis. Roosken houdt het breed. Moet nu als een haas terug. Als Bakis de bal heel slecht inspeelt. Maar Roosken verovert hem alweer. En die pegelt hem net naast. Bahim. De Wierik kleunt hem maar weer een keer in. Het is af en toe zo onbehouden van die centrale verdediger van Groningen. Die zich daarmee zelf ook af en toe blesseert. Wel wisselen, niet wisselen. Zelf aangeven dat hij wel verder kan, dat hij niet verder kan. Frustratie dat er nog niemand klaar staat. Het heeft ook te maken met hoe de Wierik zich gedraagt. En Van Hintem heeft gekeken naar Ajax Feyenoord en is fan van Dusan Tadic. Vrijtrap Heracles. Zo! Zit hij er in één keer in? Ik denk het net niet. En dus is dit een goede reflex van Leeuwenburg geweest. De lat helpt ook nog een handje mee. Aan de steun kan het vandaag niet liggen. Ze krijgen bijzonder weinig voorgeschoteld. Maar Sergio Pat jut iedereen op. Schuilt blijkbaar naast een goede doelman ook een goede capo in hem. Dat in supportersjargon. Laursen neemt hem lekker mee. De hoek is lastig. En bovendien verkleind door Leeuwenburg. Corner logisch gevolg. De La Torre. Laursen. Die bal komt goed voor het doel. Vrije kopkans voor Rente. En die beseft direct wat een gelegenheid hij hier op de 0-2 laat liggen. Van Hintem. De Leeuw. Balans gebracht door Knoester. Waar kleine krampverschijnselen al zichtbaar zijn. De La Torre, handig. Weer is Heracles er met veel uit. Maar nu moeten ze weer met veel terug. Als Groningen nu een beetje snel speelt en omschakelt, is er wat mogelijk. Via Dankerlui moet naar Abraham. Te moeilijk. Bal van Dankelui. Ook weer net iets boven de grond. Stuitje.
Knoester is behoorlijk aangeslagen. Versnelling Abraham. Terugtrekken. Meijer. Voetzoeker in de handen bij Bukker. Nou, dit is dan echt een redding van de doelman van Heracles Almelo. Geen onaardige bal. Uitstekend neergelegd tussen de doelman en de laatste linie van Heracles in. Maar niemand die er tegenaan kan lopen voor Groningen. Het is ver. Toch wordt het geprobeerd. En dat schot verandert nog van richting. Waardoor Bukker zich nog tot het uiterste moet strekken. Heracles verschaft zichzelf lucht in de degradatiestrijd. Wormoed wint in Euroborg. En dat vinden ze voor nu niet zo leuk. Volgend jaar is dat anders. Groningen haalde niet het gewenste niveau. Zij treuren na, de spelers van Groningen.